Hallo en welkom bij dit filmpje van MBO Media Wijs. Mijn naam is Bram Bekkers en vandaag wil ik het met jullie hebben over 10-minute mail. Gaan we snel kijken. Oké, we gaan kijken naar 10-minute mail. 10 minuten mail. Bij Google kan je het vinden. Je kan ook direct naar www.10minutemail.com gaan. En als je daar naartoe gaat, dan zie je, kom je op een pagina. En als je daar vers voor de eerste keer op komt, staat hij op 10 minuten. En dan begint hij met aflopen. Nou, je ziet een mailadres. En dat mailadres dat is voor jou een tijdelijk mailadres. En waarom zou je dat nou willen hebben? Nou, ook op dit YouTube kanaal. Of als je gewoon op zoek bent naar Digitools. Of misschien op zoek bent naar een leuke nieuwsbrief. Dan moet je vaak je mailadres opgeven. Maar helaas weet je niet altijd wat die websites met dat mailadres gaan doen. Allereerst weet je niet of ze je helemaal gaan spammen, hè? Dus of je oneindig veel berichten krijgt waar je helemaal geen zin in hebt. Soms wil je eigenlijk alleen maar even een nieuwsbrief openen omdat je één ding eruit nodig hebt. Of je wilt een digitool voor één keer even testen zonder dat je er direct je al je gegevens aan wil geven. Maar soms kan het ook zijn dat een bedrijf dat je gewoon echt niet vertrouwt. En wil je het gewoon even een keer bekijken. Nou, 10 minuten mail is eigenlijk een oplossing. Want je hebt voor 10 minuten lang heb je een mailadres waarmee je een account kunt aanmaken. Dus je gaat naar een website, je kopieert dit e-mailadres, ctrl-c of rechtermuisknop kopiëren. Je plakt het bij het aanmeldformulier. En alle berichten die je dan vervolgens krijgt voor ter verificatie, dus vaak verificatie. Je moet vaak een link klikken in je mail, nou die komt hier gewoon onderbij te staan. Nou die berichten die komen hier allemaal, die kun je allemaal gebruiken. Maar na 10 minuten is dit mailadres niet meer beschikbaar. Tenzij je zegt, nou ik wil hem verlengen. Maar uiteindelijk is het mail weg. Dus als je een account wil hebben voor een website die je daadwerkelijk vaker wilt gaan gebruiken, dan moet je of je mailadres vervangen, of je moet uiteindelijk een account maken met een mailadres wat wel klopt. Is dit de beste oplossing? Nou, op dit moment wel, want we leven namelijk in een wereld waar we ook te maken hebben met malafide websites. Maar tegelijkertijd, ja, je bent wel aan het vervuilen, want de website krijgt allemaal accounts met eventueel mailadressen die al niet meer kloppen. En voor jezelf is het misschien ook onhandig, want ja, je hebt ooit dit aangemaakt. Dus is dit voor de long term voor jezelf de uitkomst als het gaat om accounts? Nee, gebruik het alsjeblieft niet om over accounts mee te maken die je vaker wilt gebruiken. Maar voor de snelle testfase is dit een hele geschikte tool. Nou, ik wil in ieder geval bedanken voor het kijken. Ik hoop jullie er wat aan hebben en gebruik het verstandig, laat ik dat zo zeggen. Tot de volgende keer.